Goedemorgen, het is dinsdagochtend en ik ben al even dingetjes aan het uploaden. En straks ga ik weer naar Amsterdam. Voor dingetjes, goedie werk, zet ik voor dingen. Oh, ik zie nu een mail van Miren dat we een uur later beginnen vandaag. Ik kan een uur rustig aandoen en mijn koffietje drinken. Inmiddels worden mijn vlogs dus weer 70.000 keer bekeken per aflevering. Hetzelfde als vorig seizoen. Ik denk echt dat ik wil blijven vloggen. Ik ben benieuwd naar jullie mening op dat andere filmpje. Ik heb me opgemaakt en nu ga ik een geurtje opdoen. Ik ga voor Light Blue. Laatste tijd pakt hij wel vaker. Dolce & Gabbana Light Blue. Lekker fris en ik word er zo lekker wakker van. Wat is met mijn stem? Ik heb de boekhouding al gedaan, want ik had tijd over. Dat is altijd een gedoe bij mijn party, want dat valt net voor kwartaal, zeg maar kwartaal 1, de uiterlijke datum. Dat je je boekhouddingen moet indienen en doen, is de 31ste. En mijn party valt rond deze datum, heb ik het heel druk. En dan is het boekhouding niet vergeten, want je mag er niet overheen zitten natuurlijk. Goed, ik ga nu heel eventjes iets halen, want we hebben dus gewoon niks meer in huis. Gregor is al naar zijn werk. En hij zo, sorry, ik vergeet iets te eten uit te halen. Dus we hebben geen ontbijt, geen haarverwouw dingen, niks. Dus, maar maakt niet uit. Ik haal eventjes iets en dan ga ik op naar Amsterdam. Ik ga jullie even vloggen. En het is dinsdag, deel 2 van Goodie Bags inpakken. Kijk, nu kijk hoeveel we af hebben. Echt bizar veel. De meiden zijn lekker aan het werk. En we hebben uiteindelijk besloten om vandaag dat de meiden een uur later mochten komen. En dan korter in de tweede groep ook, waardoor we waarschijnlijk al eerder klaar zijn ook. Want het gaat echt super snel. Kijk, dit is van tussendoor dit soort dingen tegenkomen. En dan die heb ik van je video. Nou, de groep is echt heel erg snel klaar, dus iedereen is lekker... Broodjes aan het eten. Kijk. De eerste groep is klaar. En dan gaan we zo met de tweede groep verder. We moeten nog 150 goodie bags. Ja, de laatste. Wel ook afval en dat soort dingetjes moeten ook gebeuren. Ja, ja, ja. Komt er allemaal bij kijken. En zij gaat zo meteen naar Josh. Josh om wat dingen op te halen. Naar Josh. Ja, zet een kobertje er onderaan. Ja. En dan zijn we eigenlijk al best wel snel klaar voor vandaag. Yes. We wachten even op een doos met goodie bags. Die liggen nog op kantoor bij Hella. Ja, Hella is nu aan het rijden. Dus dat hierheen. Komt ja. Zo. En natuurlijk op het laatste moment mors ik vet. Nou, dit is dan water. Ik heb ontvet erop gedaan. Van een oogmake-up remover die gelekt had. En die doos had ik vast tegen me aan. En vetvlek. We hebben weer catering van Bodeelkijk. Lekker. Nou, wij zijn klaar hier. Eerder dan verwacht. Alles is af, opgeruimd, schoongemaakt. Afbouwen hier. En ja, we zijn klaar met de goodie bag. Ik ben weer terug naar Den Haag. Ik ben er ongeveer 4 uur. En dan kan ik nog wat kleine dingetjes regelen. Misschien nog iets bewerken, schrijven. En dan is het morgen nog. Morgen is woensdag. Nog even werken. En dan donderdag spa. Chillen. Zaterdag party. Hey, ik ben weer thuis. Ik kan een beetje doorwerken. Ik zou eigenlijk vandaag langs de stylist gaan voor mijn jurk. Ik zit even ondertussen zien te knuffelen. Maar dat gaat naar morgen. Dus ik moet morgen alsnog naar Amsterdam woensdag. Maar ik ben nu gelukkig eerder terug. Waardoor ik even hier door kan werken. Namelijk eigenlijk de lichten. Misschien meer party is. Op vrijdag draag ik, terwijl jij zegt dat ik dat weer heb. Meer party is. Ik had nog een cadeaubon van mijn verjaardag. Oeh, sokken. Zie, pas bij mijn outfits. Foefje is thuis. Ik ben thuis. Kijk, pas bij mijn outfits. Oh, we kunnen het trouwens nu filmen, want dit komt toch naar de party. Ah, dat is wat ik dacht. Oh. Ja, go Foefje. Dus hopelijk past het een beetje. We hebben geen tijd om uitgebreid te koken of wat dan ook. En ik heb er gewoon echt even geen puff voor, dus we gaan wat bestellen. En we gaan voor Mevlana, dat is echt mijn... favoriete bestelrestaurant. Dus ik moet kiezen. Dus ja, hij staat ook op nummer 1 in Den Haag. Dus is al erg populair. Ze hebben hele lekkere dingen. Allemaal Turks. En het is allemaal echt... Je proeft gewoon dat het met liefde bereid is. Nice. Ja? Mm-hmm. Voor vrijdag of zaterdag? Ik had er deze in gedachten voor zaterdag. Oké. Okay. Maar ik denk dat jij het liever misschien vrijdag wil. Ja. Ik ga stoppen met werken, ik kan niet meer helder nadenken. Elk jaar heb ik dit punt vlak voor de party. Dan wat je me ook vraagt, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Ik ga stoppen en morgen heb ik dan to-do-list van laatste dingetjes, vlogs editen en zo. Oh wacht, ik ga wel vlogs importeren, want het duurt weer een eeuwigheid met die camera.
En dan ga ik dat morgen editen en doen. Outfit ophalen en dan... En deze outfit. Ja. Met die schoenen. Kijk, dat past wel hierbij toch? Dan... Oh ja. En dit, hier zit toch ook een beetje een blauwe kleur in die hierbij ja. past? Ja. En dit... Oh! Dit is op die fiets. Misschien een riem zwart? Dat kan wel. Ja, dan moet ik die riem aan. Dus? Ja. Doe ik toch twee keer aan. Ja, dit is te zeker. Ja, ik vind hem een beetje too much. Die zwart is zo glimmend. Mhm. Ja. Past wel bij de zool van je schoen. Ja? Ja. Ik besef me net, die vetvlek is weg. Ik heb hem er goed uitgekregen. Yay! Yay! Tip, tip. Hey, ik ben bij de wax bar. En tijd voor een Brazilian wax. Ik kom net van de waxbar en ik heb dat brown ding gebruikt. En ze zat helemaal van, wow, het ziet er zo veel beter uit nu. Het is gewoon helemaal glad. En ik ben zo fan van dat ding. Het is echt de beste oplossing ooit als je last hebt van ingroeide haren. Ik heb er een artikel over gemaakt laatst, voor degene die alleen de video's kijken. Maar echt, het is amazing. Als je Brazilians doet, je weet wat ik bedoel, dat ingroeide haren, dat ik echt probeer het. Het is 10:30. Ik kan echt niet meer nadenken. Gewoon, als iemand tegen me praat, dan antwoord ik gewoon niet. Dus ik ga echt slapen nu en laat rusten. Doei. Dit is de tweede shift die al bezig is. Meiden die komen helpen. We hebben alle vrijdag goodie bags al ingepakt en nu zijn we bezig